Hey jongens, welkom bij vlog 45. Ik ben hier bij Arnhem Centraal. Ik ben onderweg nu naar Utrecht toe. Ik ga daar chillen, afspreken met Jeroen Kornstra en met Peter Hofland. En ja, het gaat tof worden. Yes. Zo, het is nu 5 uur. Ik ben hier al een uur of 3,5 in Utrecht. En ja, zoals je ziet, een grote minaret, helemaal gezellig. Die zijn ook welkom hier in Nederland, gelukkig. Controversiële uitspraak, maar dat maakt mij niet uit. In Jezus is gewoon vrijheid om lekker anders te geloven. Amen. Ja, het was goed. Net even Peter gedacht gezegd, vlak voor Jeroen. En ja, gewoon goed gesproken over de dikke theologie. We noemen het maar de eindtijd. Weet je, deze mensen hebben zo'n openbaring gekregen over hoe je hoopvol naar de toekomst kan kijken. En dat is gewoon, de vruchten ervan zie je gewoon. Net hebben we nog een man benaderd die met krukken liep. Helaas zei hij nee tegen ons aanbod van, om voor hem te bidden. Maar weet je, dat is wel het koninkrijk, dat je gewoon mensen dient, dat je mensen lief hebt. Een beetje donker, yes. En ja, het was gewoon goed jongens. Ik ben blij, weet je. God is geest. En, Gods geest maakt leven in jou en in mij. Wauw. Halleluja, ik ga lekker weer terug naar Arnhem. Hey jongens, zoals jullie zien was ik vanavond live op Facebook. En ik hoop dat je het hebt gecheckt. En als je het niet hebt gecheckt, neem er echt de tijd voor. Het duurt helaas voor zij die weinig tijd hebben, maar 1,5 uur. Lekker lang. Alleen, ja, ik geloof dat het echt de moeite waard is. Echt, ik heb zoveel openbaringen gedeeld over, over de Bijbel. Echt, zoveel mensen zijn vrijgezet. Dus ik gun je dat ook. En ik hoop dat je het kijkt en dat je het deelt. Zo, het was echt een prachtige dag. Echt zo nice. Zoveel positieve reacties. Gewoon op dat live gaan voor de eerste een paar maanden weer. En ja, ik wil nog even kort delen. Het is nu woensdag. Afgelopen maandag ben ik geweest evangeliseren nog samen met Samuel en Maurice. Had ook een toffe ervaring meegemaakt, toffe dingen meegemaakt. En ja, bijvoorbeeld nog benen zien uitgroeien in Jezus' naam. Gewoon krachtig. En ja, gewoon tof. Morgen gaan we lekker weer evangeliseren. En, ik ben een beetje moe. Ik heb niet veel te zeggen. Ik speel de laatste tijd veel gitaar. Zoals je wellicht ziet. Dus ja, gewoon random feitjes. Ah ja, Shabba. God is goed jongens. En hou je haaks. Yo, later. En tot morgen.